Ik ben de parkmanager, dus ik namens de bedrijven op Bornsestraat Almelo probeer ik zoveel mogelijk kwaliteit te behouden en te verkrijgen op het bedrijventerrein hier. Dus ik word ingehuurd door de ondernemers om dingen te regelen. Is dat zo'n beetje de kroon op het werk van het opknappen van het hele project? Nou, je zou het ook kunnen zien als het begin, want we moeten nog best veel doen. We willen het vooral werknemers goed naar de zin maken op dit bedrijvenpark, want als die hier blijven werken, blijven de ondernemers hier ook. We hebben dus een heleboel maatregelen bedacht samen met de gemeente om het bedrijvenpark aantrekkelijker te maken. Bedrijven hebben daarin meegedacht, ook medewerkers hebben daarin meegedacht middels een enquête. En een van de punten was dat men meer wandelmogelijkheden wilde hebben. Niet alleen over de trottoirs langs de bedrijven, maar ook mooi langs de Wezenbeek. Nou, daar is dit een mooi voorbeeld van. Samen met gemeente onder andere en met Twente Mobiel onderzoeken of je ook meer fietsmogelijkheden kunt krijgen op het bedrijvenpark. Het is heel goed bereikbaar voor fietsers, maar nog niet op alle plekken liggen fietspaden of zijn er veilige voorzieningen voor fietsers. Dus daar gaan we mee bezig. En daarnaast gaan we ook fietsen aantrekkelijker maken door elektrische fietsen te stimuleren, beschikbaar te stellen, dat je ze uit kunt proberen enzovoort. Dus we willen eigenlijk gewoon een duurzaam bedrijventerrein zijn wat ook duurzaam bereikbaar is.